niet in dat schermpje kijken. En wat moet ik doen? In de lens. Eerst moet je de stemtest doen. Dat is omdat ik, normaal gebruik ik die microfoon nooit. Eerst de hoge toon en de lage toon. En dan. Nee, je moet de hoge toon en de lage toon. Ja. Nu heeft de microfoon je geluidtest. Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik hier met mijn biologische papa. Ja, ik heb 50.000 abonnees, ondertussen al bijna 55.000. Maar ja, hij heeft een druk leven. Dus we gaan nu gewoon beginnen met de video. Een random Q&A. Ik heb vragen gesteld een maand geleden of zo. En die is erbij gezet dat het voor de Q&A was met mijn papa. Dus dat wordt super droog, want het zijn geen vragen voor hem. De vragen voor mij, die ik aan hem ga vragen. Let's go. Stel die vragen. Ben ik klaar voor? Ben je lijf van de Illuminati? Geen mens die tweet. Hoeveel keer masturbeer je per dag? Ik persoonlijk? Ja. Ik heb een vriend, dus ja, dat hoeft niet. Lekker. Ik dacht dat je ging zeggen niet. Ja, dus. Ik heb zelf een vraag. Ben ik geadopteerd? Nee. Zeker? Zeker. Echt? Erg? Ben je dat zeker? 100%. Heb je me niet gekocht in Thailand? Nee, niet te kort. Ga je ooit beginnen skateboarden? Nee. Je weet welk verhaal ik nu ga vertellen? Yes. Toen ik begon met skateboarden, was mijn papa zo de cool. Zo van, ik ga mijn zoon helpen met skateboarden. We rijden met de auto met mijn skateboard naar het skatepark in Blankenbergen. Er stond daar een grote skateramp. Ik had nog nooit echt geskateboard en was te bang om van die skateramp te gaan. Maar er waren twee mensen in dat skatepark die wel, ik weet niet hoe goed konden skateboarden. En zij probeerden me dan uit te leggen hoe dat ik het moest doen. Maar ik was nog altijd veel te bang om het te doen. Dan, hoe oud was ik? Zes? Vijf? Zes jaar. Super jong en ik durfde het gewoon niet doen. Hey, yo guys! Ik ga tonen hoe het moet. Ik neem mijn skateboard, ga er die skateramp gaan staan. Dropt, voor de mensen die weten wat droppen is. Gaat dus gewoon naar beneden van die skateramp. Valt over een steen, klets naar voren op zijn gezicht. Op mensen dat in mijn hoofd gebrand. Dat was mijn allereerste ervaring met skateboarden. Good job, thank you. What the fuck? Doe eens de acid pad aan. Oké, ik heb de acid pad dus niet mee. Dus ik heb mijn pad gewoon niet mee naar hier. Maar mijn papa heeft wel een supercoole not fake polo padje. Die zeker niet uit Thailand komt. Let's go. That's the acid pad. What? Wat zeg je? Het is gewoon de acid pad. Let's go. Swag? Swag. Let's go. Ja, ik heb een leuke. Ja. Heb je al seks gehad? Ikzelf? Tuurlijk, de vraag is voor jou. Nee, nooit. Dan ben ik geadopteerd. Approved, ik ben geadopteerd. Volgende vraag. Water dose. Wat is dat? Ik weet niet wat een water dose is. Ik neem jullie mee naar de schoenkast. Fuck. Water dose! Shoes. What the fuck are those? Dancing shoes. Wat vind je eigenlijk van mijn video's? Ja, leuk is veel zeg. Kijk, je wist het niet leuk? Toch wel. Ik heb het moeten gewoon worden. Uit ondertitel? Ja. Ja. Ik vond ze wel leuk, maar ik moest dat echt gewoon worden. Dat was niet Nathan. Dat was niet mijn Nathan. Dat was... Ik ben geadopteerd. Die is nuts. Die is nuts. Heeft je mama je ooit al betrapt met fappen? Ja, één keer. Dat is de donkere tijd. Je raakt niet meer naar terug, wel. Is dat? Ja. Bedankt voor het kijken naar deze Q&A. Wil jullie nu deel 2? Er is zeker een duimpje omhoog. Hoeveel duimpjes omhoog? 2 duimpjes. Ik ga voor 2 duimpjes. Ik ga voor de 2 duimpjes omhoog. Als we die kunnen halen, zou het fucking awesome zijn. Ik denk dat we de 5000 likes zouden kunnen halen. Dus ik knal zeker een duimpje omhoog voor mijn papa en mij. En als we veel likes halen, doe ik zeker deel 2. Ik ben Ace It en ik zou zeggen... Adios, bitches! Hello.